Beste allen, het liefst breng ik jullie deze boodschap zelf ter plekke en kijk ik jullie in de ogen. Maar deze uitzonderlijke tijd vraagt om een niet alledaagse aanpak. Ik wil graag iets tegen alle harde werkers in de voedselketen zeggen. Tegen degenen die zich nu iedere dag onverstoorbaar en met man en macht inspannen om te zorgen dat we allemaal gezond en veilig kunnen blijven eten. Miljoenen mensen in Nederland, Europa en daarbuiten stellen vertrouwen in jullie. Jullie worden op de proef gesteld terwijl alle ogen op jullie zijn gericht. En ik heb enorme waardering voor hoe jullie je daarin staande houden. In deze tijd beseffen we extra hoe waardevol het is dat we boeren, tuinders en vissers hebben. Waarom procesmedewerkers, verpakkers, distributeurs, maaltijdbezorgers helden zijn. Net als onze koks en al die dappere vakkenvullers, kassamedewerkers en schoonmakers. Wat het van voedselinspecteurs en dierenartsen vergt om voedsel veilig te houden en een goede omgang met dieren te garanderen. De afgelopen dagen hebben we van onze kant een pakket aan maatregelen samengesteld. Bedoeld om de hele sector in deze moeilijke tijd te ondersteunen. En we staan ook voortdurend in contact met elkaar. Houden elkaar op de hoogte over waar het knelt, over oplossingen. Juist nu is het belangrijk dat we met elkaar in contact blijven. Want onze voedselproductie is een precisieklok die op heel veel samenwerking loopt. Op samen de schouders eronder, elkaar helpen. Ik hoor ook van horecabedrijfjes die uit eigen beweging kwetsbare alleenstaanden aan eten helpen. Ik hoor van lokale winkels die denken aan de voedselbank. Supermarkten die lokale initiatieven ondersteunen. En ook de kleine gebaren verdienen grote complimenten. Ik ben geweldig trots op jullie en ik heb alle vertrouwen dat we het samen blijven rooien. Beste mensen, blijf betrokken. En laten we alle goede dingen vasthouden. Voor elkaar. We staan hierin zij aan zij. Want alleen samen kunnen we de crisis aangaan.